De webapplicatie van GeoReferencer heeft 4 tabbladen. This map, deze kaart, GeoReference, georefereren, view, bekijken en transcribe, transcriberen. Standaard wordt GeoReference geopend in het tabblad GeoReference. Rechtsboven kan worden ingelogd of worden uitgelogd en linksboven het menu waarin instellingen kunnen worden gedaan. Laten we nu kijken naar het eerste tabblad, This Map. In het tabblad This Map, of deze kaart, zijn de achtergrondgegevens van de kaart te vinden. Hier bij de kaart Africae Accurata Tabula door Nicolaas Jansoon Visser. Naast een kleine afbeelding van de kaart zijn hier links te vinden naar de beeldbank. In de beeldbank zijn uiteraard de gedetailleerde gegevens van de kaart te vinden. Deze zijn voor een aantal daarvan zijn ook weergegeven op deze pagina en staan onder metadata. De titel, een beschrijving, een datum, een uitgever. Ze zijn hier te vinden. Daarnaast staan ook de GIS-gegevens. Dus op het moment dat de kaart georefereerd is, verschijnen hier de bestanden van de georefereerde kaart die in GIS geopend kunnen worden. Laten we nu verder kijken in het tabblad GeoReference. In het tabblad GeoReference, of georefereren, worden de ankerpunten gezet die de historische kaart met de moderne kaart verbindt. In de volgende video zal ik daar nog uitgebreid op ingaan. Er zijn verschillende manieren om de historische kaart en de moderne kaart te tonen. In dit eerste geval staan ze side by side, staan ze naast elkaar. Daarnaast is het mogelijk op het moment dat de 3 punten gezet zijn om de kaarten in overlay te zien. De historische kaart is over de moderne kaart heen gelegd en met behulp van de schuif rechtsboven kan de transparantie worden aangepast. Bij coordinates wordt een lijst gegeven met de ankerpunten die gezet zijn, de x- en de y-waarden en de foutmarges. En bij clip kunnen de randen van de kaart worden afgeknipt. Hierop komen we later nog terug. We gaan nu naar het derde tabblad, View. In het tabblad View wordt opnieuw de kaart, georefereerde kaart in overlay-modus getoond. Indien het gaat om een kaart met hoogtes, kan ook de 3D-versie worden getoond. En men kan ook terugkijken naar het oorspronkelijk kaartbeeld. Wellicht interessanter nog is de mogelijkheid tot overlay en compare, overleggen en vergelijken, rechtsonder in het beeldscherm. Als we die inklikken, opent zich een nieuw venster en zijn er aanvullende mogelijkheden om de kaarten met elkaar te vergelijken. Rechts bijvoorbeeld verschijnen ook andere gegeorefereerde kaarten van Afrika. Deze kunnen worden toegevoegd aan het huidige kaartbeeld. Bijvoorbeeld deze kaart kan links worden ingeklikt en die kan hier naartoe worden gesleept en die wordt er ook overheen gelegd. Of nog een andere kaart, ik pak deze even willekeurig. En zo hebben we verschillende gegeorefereerde kaarten over elkaar heen gelegd. Die kunnen we ook met elkaar vergelijken in de gridversie. Willen we bijvoorbeeld een bepaald punt vergelijken, bijvoorbeeld de straat van Gibraltar, op verschillende kaarten, dan kan dat aan de hand van deze gridmodus. De swipe-functie geeft de mogelijkheid door van links naar rechts te bewegen met de muis de historische kaart te tonen, dan wel te verbergen. Tot slot, de spyglass geeft de mogelijkheid om als het ware door de moderne kaart naar de achterliggende historische kaart te kijken. Als we het tabblad van overlay en compare sluiten, komen we terug in de oorspronkelijke georeferencer omgeving van de Vrije Universiteit. Dan keren we nu naar het laatste tabblad, transcribe. Bij transcribe kunnen de kaarten geannoteerd worden, wat wil zeggen dat de namen worden overgenomen. Deze functie wordt niet zoveel gebruikt en zal ik hier dan ook niet verder bij stilstaan. In deze video heb ik geprobeerd om de belangrijkste tabbladen van GeoReferencer uit te leggen en heb je zo geprobeerd om uw wegwijs te maken in het programma. In de volgende video zal ik verder uitleggen welke stappen moeten worden genomen om een kaart te georefereren.